En goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe vlog, weekendvlog. Het is zaterdag, joh. Ik heb geen idee hoe laat. Ik denk iets bij 8:30, 9:15 of zo. Dus ik heb me aangekleed en even opgemaakt. Ik heb alleen niet mijn haar gedaan, ik ga zo naar de kapper. Dus, verder niet veel een planning, daarna ga ik weer boodschapjes doen en daarna zien we het wel. Shit, ja man. Het regent. Of, nou, het regende. Nu niet meer, maar het is niet echt lenteachtig. Dus, ik heb een puk op mijn bek. Vraag me niet hoe ik eraan kom. Ik kan beter vragen hoe kom ik er vanaf. Dus, maar goed. Medicijnen nemen, kapper en dan de hort op. Dus, let's go. Zo, en we zijn weer terug van de kapper. Maar lekker kort. En we gaan nu boodschappen doen. En ondanks dat het shit weer is, is het toch 16 graden. Dus dat is toch wel lekker. Dus ik ga even op Niootje wachten, want die gaat mee. Maar Rasje hebben een vrij weekend vandaag. Of een vrij weekend vandaag. Gewoon een vrij weekend. Want Nio ook maar een keertje mee mag boodschappen doen. Dus. Ja. Happy hair. Ik moet alleen even verven nog. Ja, dat doe ik morgen wel. Maandag. Dus. We gaan tuffen. Kippie is ook wakker. Goedemorgen. Lekker slapen? Ja hoor. Heb je het gemist? Met mama op pad? Grapje. Echt. Lekker eten. En dan zit je dan met je goede gedrag. Home alone. Ronnie is dan even de hort op. Ras is naar een vriendinnetje. En ik zit achter mijn computer. Natuurlijk verwend ik mezelf. Oké, en een gewone. Ik ben bang in leven. Even wat werk doen en dan ga ik de was even doen. En daarna ga ik maar aan de kipcurry beginnen. We eten weer een broodje kipcurry. Ze wilde weer een broodje bal eten. Ik zeg nou het gehaktdrama van vorige week. No way girl. Dus we gaan weer lekkere Surinaamse kipcurry maken. En dan lekker op een broodje. Of op een pita broodje. Ja, zo geen trek in. Dus, maar ik ga even aan het werk. Dan kan je trouwens al zien dat mijn haar heel kort is vergeleken met vanmorgen. Thanks Deb, helemaal top. Zo, lekker heeft alles gestofzuigd, alles afgenomen en het is weer naar mijn zin. En volgens mij krijgen we zo'n hoofdbui. Het wordt echt heel donker. Shit helemaal. Maar goed, even een week doorneem, update. Een week met heel weinig slaap weer. En degene die mij op social media volgen, zoals Instagram en Facebook en zo. Ik had een Insta-story gemaakt waar gewoon ik echt helemaal kapot was. Gewoon echt kapot. Tot aan slapen toe in een Dirk supermarkt. Ik stond echt zo van, oh. En Gietje stond tegen me te lullen en ik, oh ja, wacht even, waar waren we? Is niet goed, ik ben steeds minder slapen. En waarom slaap je dan niet? Ja, ik heb pijn. Ja, ik loop leeg. Daarom slaap ik niet. Dus, en dan val ik heel eventjes in slaap en dan schiet ik weer wakker en dan begint de ellende weer opnieuw. En ik, oh, okay. Stop. Laat het stoppen. Nu ook weer, ik ben gewoon kapot. Echt kapot.
Maar ja, dan wil ik weer zoveel doen. Maar dat gaat gewoon niet. Nou, het gaat wel. Maar dan kom ik me eigenlijk alleen nog maar erg tegen. Gisteren ook. En maar doorgaan, en maar doorgaan, en maar doorgaan. En gisteren was ik om. 5 uur ben ik aan bed gegaan. En toen heb ik Ronan zijn werk gebracht. Want de bedrijfswagen die moest voor de keuring weg. En Rasje naar school gebracht. En Rasje weer gehaald. En gesprekken gehad. En het is gewoon super chaotisch. En maar doorgaan, en maar doorgaan. Ik denk van nou. Op een gegeven moment moet het lichaam toch tak zeggen. Klinkt heel kut, maar misschien is dat wel beter. Dat het lichaam gewoon een keertje zegt van bam, doe nu zelf maar. Misschien dat ik mijn eigen dan een halt toe roep. Want ik gun mezelf ook geen rust gewoon. Maar gewoon te veel te doen. Maar. Dus ja. Hij in de huisarts zou komen donderdag. Maar de meiden kregen vaccinaties. Dus dat redde ik niet. Dus die komt dinsdag. Ja. Eventjes gewoon check-up en even dingen bespreken en zo. Het vocht vasthouden, dat is gewoon nog een drama. Doet zeer. Anyway, meiden hebben vaccinatie gehad van de week. Ja, dus hebben we ook weer gehad. Dat hebben we verder nog van de week gehad. Verder niks, geloof ik. Nee. Dus, het is nu, hoe laat? 1 uur pas. Man. Maar goed, ik ga het even lekker tv kijken. Dat doe ik ook niet meer. Ik kijk altijd Say Yes to the Dress of zo op TLC. Dit is me geen reet meer. Ja, s'nachts in bed. Als ik niks te doen heb. Of ik kijk mijn vlogjes. En niet mijn eigen vlogs, maar andere vlogs. Dus. Maar ik ga nu lekker even op de bank chillen. En ik denk dat ik een kopje thee ga zetten. Zo even lekker. Ja, echt zo'n luimerszaterdag gewoon. Ja, dan heb je het weer. Het is een kut weer. En dan kan je weer niet echt lekker naar buiten. Want ik wil zo graag foto's maken. Ja, het zit er even niet in. Dus. Zo, en de puist op mijn harsjes, man. Ik heb maar zo'n camouflage op gesmeerd. Maar ik denk als vanavond het vlogje afsluit, dat je hebt zo'n wow, wat zit er nou op je smoel. Dus, maar goed, ik ga thee zetten. Zo, dit allemaal maar even klein gaan snijden voor de broodjes kip curry vanavond. Ja, het is een shitload aan kip, maar wij eten veel kip. Dus, geen commentaar. Check hoe kansloos weer. Het hoofd gewoon. Oh, poeh. Als je zegt dat het volgende week 25 graden wordt, dus ben ik benieuwd. En we hebben een pan vol kip curry. En dit is de zonnebril van Nio. En dit is mijn zonnebril. Alleen, die is te groot voor mij. Die past mij wel. Dus we gaan ruilen. Oh, hi. En we lekker spulletje voor ons haartjes van de kapper. Cremmetje. Stylingcreme. Super lekker. Nog een was knoflooksaus gegeten, dus ik heb even snel zelf gemaakt. Och, die is zo lekker. En we gaan even de kast opruimen. En even mijn dochter blij maken met spulletjes die mama weg gaat geven. En AliExpress is langs geweest. Ja, show het hoor. Ik heb een zootje horloges besteld en dit is de eerste die binnen is. Maak mensen mij jaloers, hè? Hè? Maak mensen mij jaloers, hè? Nou, jaloers maken. Mijn horloge van 1,80 euro. Ja, maar ik vind die ook mooi. Ja, maar jij had hele andere dingen, toch? Ja. Dus? Ik wil voor mijn verjaardag een Nike-pak. Een? Nike-pak. Oké. Nou, weten we dat. Het is morgen pas moederdag, maar ik heb al gehad mijn nieuwe hapjespan van Tevo. Ik had dezelfde, maar die was echt gewoon op. Dus ik heb nou een nieuwe gehad. Top. Kipje is er thuis. Yo. Yo, lekker eten. Ja toch. Ja toch. En het is het tijd om af te sluiten. Het is 7:30. Moe.
Wat doe je? Zo, wat doe je? Nou, bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei! Nee. Ik heb even kastje opgeruimd. Met me. En ik heb nou allemaal haarlak, bitches. Allemaal bitches. Haarlak. Sorry als ik je in mijn bitches noem. Nee, ik noem het niet serieus. Ben je nooit serieus? Ja. Ja, nu niet dan. Ik ben ook nooit serieus. Fuck ja, doei. Wat een vibes. Nee, maar het is 7:30 en ik ga een small spa maken. Even opruimen beneden en dan ga ik lekker mijn STV kijken. Ik heb lekker een leuke dag gehad vandaag. Ja, een leuke dag gehad, hè? Ja. Wat heb je gedaan? Ik heb bij een vriendin had het toernooi en ik heb daar gekeken. Ja, was leuk. En je was pas om 6:00 thuis of zo? Nee, voor 6 of zo. Ja, dus het is lekker een dagje door het op geweest. Alleen het ging regenen, dus ja. Dat is ook een keertje leuk voor dat, toch? Dus, morgen, niet veel te doen, morgen is moederdag, zondag. Ja, jullie zien dit maandag. Ik heb iets heel leuks voor mama. Ja. Jullie zien dit vandaag, zondag. Ik zit er altijd mee te kloten hoor, met die vlogs. Jezus. Maar goed. Alleen, ik ben alleen de enige die wat heeft gemaakt. Ja. Mijn moederdag cadeautje heb ik al gehad, dat heb ik al laten zien net. Dus, maar goed, ik ga hem afsluiten. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Even kopje klikken als je wil abonneren. Gratis, want dat vind ik hartstikke leuk. En ik zie jullie morgen. Doei!